Ja, ik wilde nog even een filmpje maken van het zonnepaneel dat vandaag gekomen was. Waar ik wat mee wil experimenteren, maar het licht is al bijna weg. Dus ik moet nog opschieten. Ding even uitpakken. Kijk, hij is al wat groter dan ik dacht. Kan ik daar iets... Nee, ik kan mijn arm erop leggen, maar... Ik heb grote handen. Ongewoon grote handen heb ik. Dat is echt waar. Maar ik ga hem even uitpakken. Dat ook nog wat, misschien doe ik morgen met wat meer licht er nog wat meer mee. Meer van kan laten zien. We zullen zien. Zo, de verpakking losgesneden. Ja, ik ben heel benieuwd. Aan het gerammel horen zit er ook montagemateriaal bij. Dat wist ik nog niet. Maar je weet niet, dat kan ook gebroken zijn natuurlijk. Kijk. Zie je de achterkant? Nou, geen montagemateriaal. En de aansluitkabels. Met een boekwerk. Dat was wat er rammelde. Nou, dat zijn flinke joekeloeren van aansluitdraad. Dat kun je wel zeggen. Nou, ik moet even met één hand, gaat het niet, even het ding omdraaien. Ik dat nog even in beeld doen. Is dat te lezen? Who knows? Kijk, dat is het aardige ervan. Ik weet niet of het te zien is, maar ze zijn enigszins doorzichtig. Dus als je ze voor het raam doet, wat ik voor een deel bij de panelen doe, dan geeft het toch een soort vitrageachtig effect als je het niet het hele raam ermee afsluit. Hè? Dus dat het is niet de meest rendabele manier om zonnepanelen op te hangen, maar het is wel een hele handige manier. Dus en zo ziet het er dus uit met tegenlicht. Nou, ik denk dat het te zien is. Hè? Ik zal het oppervlak zelf ook nog even in beeld brengen. Nou, daar zit flink wat reflectie van het raam in. Het is wat donker silicium. Dat is mijn yogamat. Die komt ook even in beeld. Zonnepaneel. Ben benieuwd.